Het ziekentriduum voor Uden en omstreken is dit jaar op 3, 4 en 5 september in Terra Victa in Odiliapeel. Het bevat 3 bezinningsdagen en is bedoeld voor de zieke en de ouder wordende en eenzame mensen. Van de gasten die hieraan meegedaan hebben, hoor je vaak dat het voor hen vakantiedagen zijn. Een grote groep vrijwilligsters is daar heel druk mee bezig. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan naar het volgende filmpje. Ziekentriduum Uden en omgeving is begonnen in 1939. Dus in 2014 75 jaar. Op 2, 3 en 4 september aanstaande. Gestart in het Udens College. Hierna Kruisherenkapel. Daarna de schouw en sinds 1994 in Terra Victa te Odiliapeel. In de beginjaren lagen de zieken nog op bed en zij werden dan met paard en plattekar naar het ziekentriduum gebracht. Tegenwoordig is er ook voor dergelijke mensen een beter vervoer, het zij met de rolstoel of rollator of gebracht met de auto. Als wij die stilmaken, dan ga ik het allerheiligste uitstellen. Voor wie is het ziekentriduum? Dit is voor alle mensen, zieke, ouderen, alleenstaande en eenzame mensen. Dus je hoeft niet ziek te zijn. Wat houdt het driedaags ziekentriduum precies in? Het samen zijn is al heel belangrijk. Bezinning, ontspanning en entertainment, alsmede het driegangen diner. De dagen duren van 's morgens 9:30 tot namiddag 16:30. Na het diner kan er gerust worden. Voor enkele mensen staan er bedden gereed en voor de andere lichtstoelen. Alle medewerkers tijdens die dagen zijn allemaal vrijwilligers. Hiervan zijn enkele gediplomeerde verpleegkundigen. Zelf offeren ze hun vakantie hieraan op om de mensen enkele plezierige dagen te kunnen geven. Ook de werkploeg voor het opbouwen en afbreken in de zaal zijn alle vrijwilligers. Brabant, mijn Brabant. De Dommel, de Leigraaf, de Zuid-Willemsvaart, de Peel en de Biesbos en Valkenswaard, de streken rond Kuik en het Moorslanternoo, de Meierij van den Bos, de Barenie van Bredo. Van Brabant, mijn Brabant, daar kom ik vandaan. Alleen maar in Brabant, door kan daar staan. Goedemiddag, fijn dat u hier vandaag en op weer deze dagen en gisteren en morgen bij elkaar kunt zijn om u met thema's bezig te houden, maar vooral om met elkaar samen te zijn, met elkaar
ontspannende, leuke dingen ook te doen met elkaar, te eten, met elkaar naar de muziek te luisteren, met elkaar te praten. Nou, fijn dat u er bent. Hetzelfde 74ste keer, ja, dat vraagt volgend jaar om iets extra, denk ik, want dan zit je aan het jubileum, de 75ste. Wens we allemaal hele fijne dagen toe. Ontspan, praat met elkaar, denk met elkaar na, beleef het met elkaar. Daar komt het allemaal heel goed, heel veel te zien. U komt er ook naar het psychiatrium. Bent u nog nooit geweest? Bel dan Noud van der Heijden 06 20 53 83 18.
prima. Dan gaan we nu koffie drinken.